Hallo kijkers van Harm en Frodo en welkom bij deze gloednieuwe aflevering van Cinemakkers. Vandaag hebben we het over Gran Turismo en over Only You. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. Oké, sommigen zagen Gran Turismo daadwerkelijk als de kanshebber om één grote blockbuster te worden, en anderen zagen Gran Turismo als een reclamespotje van 2 uur lang voor een racespelletje. To be honest, ik ging naar Gran Turismo echt volledig zonder verwachtingen. En toen opeens was ik positief verrast. De film gaat over een jongen die heel goed is in het racespelletje Gran Turismo. All you do is play video games with some crazy dreams of racing cars. En dan opeens krijgt hij een contract aangeboden bij een daadwerkelijk team wat raced, wat professioneel raced. Omdat hij zo goed is in het spel. En dan proberen ze mensen, zeg maar, op die manier op te leiden tot een daadwerkelijke coureur. A, om dat spel te promoten. En B, gewoon omdat het tof is om zo'n coureur te hebben. The best Gran Turismo players in the world get a chance to compete in professional racing. Ik had de trailer gezien toen ik naar een andere film ging. Dat was meestal is dat de manier hoe ik op films kom. En toen dacht ik van, weet je, ik ga daarheen. Ik kende David Harbour. David Harbour is een belangrijke acteur in de film. Hij speelde ook in Black Widow. Hij is gewoon een hele toffe acteur. Hij draagt echt de film. De hoofdrolspeler is een wat minder goede acteur, vind ik zelf. Daar verliest de film wel wat puntjes op. Maar David Harbour, hij is gewoon de guy in de film. Really think you're gonna take a kid who plays video games in their bedroom, you're gonna strap him to a 200 mile an hour rocket. It'll tear him to pieces. Het toffe aan de film is dat je heel erg wordt meegenomen in de emotie van de jongen die uiteindelijk coureur wordt. Eén keer heeft hij een ongeluk en dan denk je, oeh, nu gaat hij stoppen met racen, want het zou wel onrealistisch zijn als hij doorgaat met racen. You could die. En dan is daar David Harbour die hem een speech geeft en zegt van, yo, ga door. En die guy gaat door. Come on, let's go! En vervolgens dan heeft hij relatie troubles met zijn vriendinnetje, en dan zegt David Harbour zo van, yo, kom, haal haar gewoon en breng haar hierheen, koop een vliegticket voor haar, en dan doet hij dat. Ik vond het goede aan de film is, hij is heel down to earth, hij focust echt op de karakters in de film. En het gaat heel erg over echt het waar gebeurde verhaal van die guy die opeens een coureur wordt. Wat ik minder goed vond aan de film was, af en toe dan, ja, duurt hij gewoon best wel lang. Het is een waar gebeurd verhaal. Dat moet je op een manier interessant maken. En dat lukt deze film echt lang niet altijd. Maar echt, scènes zoals de crash, die waren wel echt extreem. Dat sleepte je helemaal mee of zo. You could die. Ik denk dat ik het voor het genre een erg goede film vond. Ik zou hem niet nog een keer kijken, want daarvoor duurt hij wel echt iets te lang. Maar het is zeker een aanrader om hem één keer te kijken. Zeker ben je zelf fan van Gran Turismo, dan is dit echt de film voor jou. Ik heb zelf nooit racepelletjes gespeeld, dus dit is minder mijn wereld. Was dit wel echt mijn wereld geweest, dan vond ik de film waarschijnlijk ook een stuk leuker. Ik ben ook met mijn moeder geweest naar de film Only You. En dit verhaal is echt een banger. Ik had tickets gekocht voor Only You. Dat was de verkeerde film. Dat was niet de film waarvan ik dacht dat we heen gingen. Want ik had de trailer gekeken voor One True Loves. En ik zag, oh, Only You is in de bioscoop. Dat zal hem wel zijn. Toen zat ik in die bioscoop. Toen kregen we in de bioscoop een trailer voor One True Loves. En ik dacht, welke marketingstrategie is het nou weer dat je een trailer voor een film laat zien terwijl je daarna daadwerkelijk die film gaat kijken? Toen had ik al een soort van door dat er iets mis was. Er was inderdaad iets mis. Dus dit was gewoon een film waarover ik van tevoren niks gelezen had. Ik wist niet dat die Nederlands was. Ik wist niks over de film. En normaal, ik moet zeggen, dat is een beetje een zonde. Maar lees ik net even plot door voordat ik naar een film ga. Om gewoon te kijken of ik denk dat de film mij aanspreekt. Dat had ik nu niet gedaan. Dus ik werd extreem verrast door de film. Eigenlijk alles wat ik jullie vertel over de film gaat het verpesten voor jullie. Dus ik vertel alleen een beetje. Het gaat over een man en een vrouw. Ze komen elkaar tegen. Ik moet gaan, denk ik. Ze hebben allebei een groot geheim voor elkaar. Maar dat vertellen ze elkaar niet. En steeds meer bouwt het op van, oh, wat zou dat geheim zijn? En aan het eind kom je erachter en dan is de vraag, eindigen ze samen of eindigen ze niet samen? Interessante romantische drama, zeker de moeite waard als je een keer een Nederlandse film een kans wil geven. Ik vind het een van de betere Nederlandse films. Dus die staat ook zeker op een hoog plekje in mijn nieuwe top 10. Weet je het zeker? Absoluut niet. En dan ga ik jullie nu voorstellen aan de nieuwe top 10.
aangezien ik voor het allerlaatst gezien heb Transformers Rise of the Beasts en No Hard Feelings. Gaan die eruit en daarvoor komen in de plaats natuurlijk Only You en Gran Turismo. En dan ga ik jullie nu voorstellen aan deze top 10. Op 10 staat Bellinga Vakantie op Stelten. Ik weet het! Curaçao! Nee! Op 9 staat de horrorfilm Insidious The Red Door. Are you ready? We're ready to forget the further, once and for all. Op 8 staat Hypnotic. But I'm the wrong man. Op 7 staat de film van deze week Gran Turismo. You miss it on the track, you could die. Op 6 staat ook de film van deze week Only You. Slim? Vast niet. Op 5 staat Mission Impossible Dead Reckoning Part 1. The world's coming after you. Op 4 staat Indiana Jones and the Dial of Destiny. Hitler made mistakes, and with this, I will correct them all. Op 3 staat Oppenheimer. You're the great improviser, but this, you can't do in your head. Op 2 staat Barbie. You guys ever think about dying? En op 1 staat nog steeds To Catch a Killer voor de tweede keer deze week. Aggressive, addictive, antisocial. This is the profile of people we arrest, not hire. En als klein extraatje wil ik ook jullie vertellen wat de top 10 is van de films die ik de afgelopen tijd thuis heb gekeken. Dat is weer een hele andere top 10. Op 10 staat de plek Rogue One, A Star Wars Story. A major weapons test is imminent. We need to know how to destroy it. Op 9 staat Solo, A Star Wars Story. You look good. A little rough around the edges, but good. Op 8 staat Star Wars Episode 5, The Empire Strikes Back. I'm looking for someone. I'm looking for a great warrior. Op 7 staat Inception. We bring the subject into that dream. And they fill it with their secrets. Op 6 staat Star Wars Episode 2, Attack of the Clones. Begun. The Clone War has. Op 5 staat deze week Star Wars Episode 7, The Force Awakens. Ik had die eigenlijk jaren geleden al een keer gezien, alleen toen wist ik nog niks van Star Wars. En nu heb ik hem op chronologische order gekeken. En het was echt een hele happening. Ik vond hem erg tof. Ik weet dat er altijd niet goed gepraat wordt over de sequels. Maar deze was best wel leuk. There are stories about what happened. It's true. Op 4 staat Star Wars Episode 6, The Return of the Jedi. You are powerful, as the Emperor has foreseen. Op 3 staat Batman Begins uit 2005. Where are you? Op 2 staat Interstellar. I've got kids, Professor. Get out there and save them. En op 1 staat nog steeds Star Wars Episode 3, Revenge of the Sith. The fear of loss. Is a path to the dark side. Dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Volgende week gaan we het niet hebben over één film, niet hebben over twee films, maar hebben over drie films. We gaan het hebben over Blue Beetle. We gaan het hebben over Mac 2 The Trench. En we gaan het hebben over de Oneindige Slijmfilm. Dus mocht je die hele happening willen meemaken, kijk dan zeker volgende week vrijdag weer om 4 uur naar een gloednieuwe aflevering van Cinemakkers. Als die niet door mijn startweekend bij Ichtus een week later komt. Maar ik hoop dat ik hem even tussendoor afkrijg. En dan zie ik jullie dan. Tot ziens, tot later.